Ferrari gaat weer tegenvallen. Max Verstappen neemt revanche voor vorig jaar. Hamilton gaat Bottas voorrang geven. Ja, de voorlaatste Grand Prix van dit seizoen alweer dit weekend. De Grand Prix van Brazilië op Interlagos. We blikken vooruit met Joost Nederpelt, onze Formule 1 verslaggever, kenner, expert. Drie stellingen riep ik net waar jij op mag reageren. Laten we beginnen met die eerste. Ferrari gaat weer tegenvallen. Ik denk dat het wel mee gaat vallen, maar de vorm van voor de Verenigde Staten, die gaan ze denk ik niet zomaar weer terugkrijgen. Dus dat heeft vooral te maken natuurlijk met het verhaal of ze wel of niet vals spelen. Ferrari zegt zelf, ja, we reden in Austin met meer downforce, daardoor was er minder topsnelheid en daardoor leek het alsof we langzamer waren. Ja, want de criticasters van Ferrari, die hebben hun gelijk, hè, Max Verstappen voorop, die hebben hun gelijk bevestigd gezien. Ja. Ferrari viel tegen Austin, dus tot dan toe speelden ze vals. Ja, en ik zeg, we moeten toch wel over drie races, we hebben nog drie races, bekijken of dat echt zo is. Maar wat je natuurlijk wel gaat twee zien... Twee nog nu. Austin en dan Brazilië en Abu Dhabi. Wat wel zo is, is dat ik denk niet dat Ferrari nu weer met meer downforce gaat rijden. Want die willen toch ook wel even die topsnelheid laten zien op het rechtstuk. En het is een heel lang rechtstuk. Dus de helft van het rondje is vol gas op Interlagos. Dus die zullen waarschijnlijk wel weer bovenaan de topsnelhedenlijsten staan. Wat wel zo is, is dat er nog weer een nieuw verhaal bij is gekomen. We hebben dus nu het verhaal over het valspelen met de brandstofsensorbeïnvloeding. En dit weekend, nieuw verhaal, het olie verbranden. Daar wordt Ferrari en ook Mercedes al langer van beticht. Olie verbranden, dus dat is een beetje olie meegaat met de benzine, waardoor de verbranding beter is, dus meer vermogen. Dus we krijgen dit weekend weer een nieuwe rel over wel of niet vals spelen. Ik ga er maar vanuit dat het dit weekend nog wel een paar keer voorbij komt, ja. Max Verstappen dan, de tweede stelling. Hij neemt revanche voor vorig jaar. Dat was me een race. God, ja. Esteban Ocon. Volgend jaar is hij er weer bij Ocon. Dus dan kan Verstappen echt revanche nemen en hem gewoon een keertje willekeurig van de baan aframmen natuurlijk. Dat gaat hij denk ik niet doen. Maar vorig jaar was de snelheid echt goed bij Red Bull in de races. Ook een beetje Verstappen onverwacht. Zou gewoon gaan winnen, hè? En achterblijver Ocon. Ja. Die dacht, ik ga Verstappen even lappen, wat heel ongepast was. En bam, botsing. En, ja, er zijn Verstappen eraf. Stemmen van, waren er toen ook en nog steeds van, ja, Verstappen had hem meer ruimte moeten geven. Ik blijf erbij, als jij de leider in de race probeert in te halen als achterblijver, dan hoe dan ook, als het dan een crash komt, is het jouw schuld. Want dat moet je dan op een veilige plek doen. Dus ik denk dat het voor Verstappen echt zaak is om in ieder geval dat gevoel een beetje mee te nemen. En ik denk dat het circuit ligt hem. Braziliaanse fans zijn best wel op de hand van Verstappen. Dat hij daar een aantal mooie races heeft neergezet al. Ja, dat sowieso. En ik denk dat het ook zo is dat Red Bull echt wel de laatste weken weer heeft laten zien dat de snelheid erin zit. Verstappen vond zelf, terugkijkend op de afgelopen 6-7 races, dat het eigenlijk allemaal wel meeviel met hoe slecht de auto is. Dus dat is ook iets. En hij stond de afgelopen race gewoon op het podium. Op het podium. Hij stond in Mexico nog op pole. Dus de snelheid is er. Dat zijn goede voortekeningen. Dus het lijkt er niet op dat het gaat regenen. Ja, jij wilde hier met een paraplu gaan staan, geloof ik. Hè? Ja. In de hoop op regen. Ja, maar het zou wel gaaf zijn als we daar weer eens een regen Brazilië in de regen, dat is gewoon het mooiste wat er is. Dat wordt niet veel beter. Dus, is daar kans op? Voorlopig niet. Maar het is een circuit, daarom heet het ook Interlagos, wat tussen twee meren ligt. Dus qua weer voorspelling is het heel vaak gewoon pas op het laatste moment bekend wat het gaat worden. Dus als mensen thuis gewoon lekker de regendans gaan doen en alvast met paraplu's en regenpakken aan binnen gaan zitten, dat kan allemaal helpen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk wat we willen. Mercedes dan, tot slot. Hamilton is al wereldkampioen. Gaat die Bottas het nu gunnen? Laat hij het gewoon lopen? Toto Wolff is niet eens mee naar Brazilië om die reden, want we hebben alles al bereikt. Ik denk dat Hamilton inderdaad niet zo heel gemotiveerd meer is. En ik denk dat Bottas de sterkste Mercedes-coureur gaat zijn dit weekend. En ik denk dat Bottas zelf denkt dat hij volgend jaar Hamilton echt aan kan. Hij zei zelfs dat hij daar een manier voor heeft gevonden om Hamilton te verslaan. Maar laten we eerlijk zijn, de kans dat gaat gebeuren is niet zo groot. Tot slot je voorspelling natuurlijk. Podium. Ik wilde eerst nog even naar het circuit eigenlijk. Dat mag, nog even. Ja, nou, heel even, want ik wilde de laatste bocht voor het lange rechtstuk wilde ik eventjes op focussen. Want dat is zo'n belangrijke bocht op Interlagos. Omdat dat hele lange volgasgedeelte daarna komt. En je hoort coureurs vaak praten over de exit. Dus hoe kom ik uit de bocht? Mm-hmm. En dat is vooral heel belangrijk, omdat je daarna, als je met minder snelheid de bocht had komt, dan ga je dat tijdverlies ga je steeds merken op het rechtstuk. Dus die laatste bocht, ga er maar op letten op de kwalificatie. Daar gaan coureurs zich helemaal op focussen. Gaat heel veel risico genomen worden. Daar gaat heel veel risico genomen worden. Daar zie je coureurs vaak wijd gaan. Dus echt een leuke bocht om op te letten. Oké, dat gaan we doen. Dat gezegd hebben we jouw podium. Podium. Ik denk dus dat Verstappen gaat winnen. En ik denk dat er een soort van revival komt van Ferrari, maar niet goed genoeg voor de tweede plaats. Vandaar heb ik Bottas en op de derde plaats Sebastian Vettel, want Leclerc heeft een gridstraf. Helder.
We gaan het zien. Yes. Kijken eruit. Max Verstappen gaat winnen, zegt Joost Nederpelt hier. Ja, ik zeg het gewoon. We gaan het zien. Dit weekend dus zondag 6:10 Nederlandse tijd. 6:10 s'avonds. De Grand Prix van Brazilië te volgen natuurlijk ook in het liveblog op nu.nl. En met deze vooruitblik zijn we er dan 2 weken later weer terug voor alweer de laatste Grand Prix van dit seizoen. Die van Abu Dhabi. Bedankt voor nu. Dag.